Dagelijkse woorden van God. Hoe beter je Gods wil in gedachten houdt, hoe groter de last die je draagt. En hoe groter de last die je draagt, hoe rijker je ervaring zal zijn. Wanneer je Gods wil in gedachten houdt, zal God je een last opleggen en je vervolgens verlichten over de taken die Hij je heeft toevertrouwd. Wanneer God je deze last geeft, zul je aandacht schenken aan alle waarheden die daarmee te maken hebben, terwijl je Gods woorden eet en drinkt. Als je een last hebt die te maken heeft met de gesteldheid van de levens van je broeders en zusters, is dat een last die je is toevertrouwd door God. En zul je deze last steeds met je meedragen in je dagelijkse gebeden. Je bent belast met wat God doet en je bent bereid om datgene te doen wat God wil doen. Dit is wat het betekent om Gods last op je te nemen als je eigen last. Op dit punt zul je je bij het eten en drinken van Gods woorden richten op dit soort kwesties en zul je je afvragen: hoe zal ik deze problemen oplossen? Hoe kan ik mijn broeders en zusters in staat stellen bevrijding en geestelijke vreugde te vinden? Ook als je communiceert, zul je je richten op het oplossen van deze problemen. En wanneer je Gods woorden eet en drinkt, zul je je richten op het eten en drinken van woorden die met deze kwesties te maken hebben. Je zult ook een last dragen, terwijl je zijn woorden eet en drinkt. Wanneer je eenmaal Gods vereisten hebt begrepen, zal het je duidelijker zijn welk pad je moet nemen. Dit is de verlichting en illuminatie van de Heilige Geest. Het gevolg van je last, en dit is ook Gods begeleiding die je geschonken is. Waarom zeg ik dit? Als je geen last hebt, zul je niet oplettend zijn onder het eten en drinken van Gods woorden. Wanneer je Gods woorden eet en drinkt tijdens het dragen van een last, kun je de kern ervan begrijpen, je weg vinden en Gods wil in gedachten houden. Daarom moet je in je gebeden wensen dat God meer lasten op je legt en je zelfs nog grotere taken toevertrouwt, zodat je een langer pad voor je hebt om op te beoefenen, zodat jouw eten en drinken van Gods woorden een groter effect heeft, zodat je uiteindelijk in staat bent de essentie van zijn woorden te begrijpen en zodat je beter in staat wordt om bewogen te worden door de Heilige Geest. Gods woorden eten en drinken, het gebed beoefenen, Gods last aanvaarden en de taken aanvaarden die Hij je toevertrouwt, dit alles is zodat er voor je een pad kan zijn. Hoe meer de last van dat wat God heeft toevertrouwd op je weegt, hoe makkelijker het je zal vallen om door Hem te worden vervolmaakt. Sommigen zijn niet bereid met anderen samen te werken bij het dienen van God, zelfs wanneer er op hen een beroep is gedaan. Dit zijn luie mensen die alleen maar willen zwelgen in comfort. Hoe meer je gevraagd wordt te dienen in samenwerking met anderen, hoe meer ervaring je zult opdoen. Door meer lasten en ervaringen te hebben, zul je meer kansen krijgen om te worden vervolmaakt. Als je God oprecht kunt dienen, zul je daarom Gods last in gedachten houden. Zo zul je meer kansen hebben om door God te worden vervolmaakt. Precies zo'n groep mensen wordt op het moment vervolmaakt. Hoe meer de Heilige Geest je aanraakt, hoe meer tijd je zult besteden aan het in gedachten houden van Gods last. Hoe meer je door God zult worden vervolmaakt en hoe meer je door Hem zult worden gewonnen, tot je uiteindelijk een persoon wordt die door God wordt gebruikt. Op dit moment zijn er sommigen die geen lasten voor de kerk dragen. Deze mensen zijn slap en slordig en interesseren zich alleen voor hun eigen vlees. Zulke mensen zijn enorm egoïstisch en ze zijn ook blind. Als je deze kwestie niet duidelijk kunt zien, zul je geen enkele last dragen. Hoe beter je Gods wil in gedachten houdt, hoe groter de last die Hij je zal toevertrouwen. Zij die egoïstisch zijn, zijn niet bereid zulke dingen te ondergaan. Ze willen de prijs niet betalen en zullen als gevolg daarvan kansen om door God te worden vervolmaakt mislopen.
berokkenen ze zichzelf geen schade? Als je iemand bent die Gods wil in gedachten houdt, zul je een ware last voor de kerk ontwikkelen. In plaats van dit een last te noemen die je voor de kerk draagt, zou het in feite beter zijn om het een last te noemen die je draagt omwille van je eigen leven. Want het doel van deze last die je ontwikkelt voor de kerk is dat je zulke ervaringen gebruikt om door God te worden vervolmaakt. Iedereen die de grootste last draagt voor de kerk, iedereen die een last draagt om het leven binnen te gaan, zal daarom iemand zijn die door God wordt vervolmaakt. Heb je dit duidelijk gezien? Als de kerk waar je bij bent verstrooid is als zand, maar jij nog bezorgd nog ongerust bent en zelfs een oogje dichtknijpt wanneer je broeders en zusters Gods woorden niet normaal eten en drinken, dan draag je geen enkele last. Zulke mensen zijn niet het soort waar God genoegen in schept. Het soort mensen waar God genoegen in schept, hongert en dorst naar rechtvaardigheid en houdt Gods wil in gedachten. Daarom moet je Gods last in gedachten houden, hier en nu. Je moet niet wachten tot God zijn rechtvaardige gezindheid aan de hele mensheid openbaart, voordat je Gods last in gedachten begint te houden. Zou het dan niet te laat zijn? Nu is er een goede gelegenheid om door God vervolmaakt te worden. Als je deze kans door je vingers laat glippen, zul je daar voor de rest van je leven spijt van hebben. Net zoals Mozes het goede land Kanaan niet binnen kon en daar voor de rest van zijn leven spijt van had en berouwvol stierf. Wanneer God eenmaal aan alle volkeren zijn rechtvaardige gezindheid heeft geopenbaard, zul je van spijt vervuld worden. Zelfs als God je niet tuchtigt, zul je jezelf tuchtigen vanwege je eigen wroeging. Sommigen zijn hiervan niet overtuigd. Maar als je het niet gelooft, wacht dan maar. Dan zul je het zien. Er zijn sommige mensen die als enige doel het vervullen van deze woorden hebben. Ben je bereid jezelf op te offeren omwille van deze woorden? Als je niet naar kansen uitkijkt om door God te worden vervolmaakt, en als je niet probeert op de menigte vooruit te lopen in je streven naar vervolmaking, zul je uiteindelijk van wroeging vervuld worden. De beste kans om volmaaktheid te bereiken is het heden. Nu is een uitstekende tijd. Als je niet oprecht nastreeft door God te worden vervolmaakt, zal het te laat zijn wanneer eenmaal zijn werk voltooid is. Je zult de kans gemist hebben. Hoe groot je aspiraties ook, als God niet langer werk uitvoert, zul je nooit volmaakt kunnen worden. Hoeveel moeite je daar ook voor doet. Je moet deze kans grijpen en meewerken, terwijl de Heilige Geest zijn enorme werk uitvoert. Als je deze kans mist, krijg je geen tweede, welke inspanning je ook verricht. Sommigen van jullie jammeren: God, ik ben bereid om uw last in gedachten te houden en ik ben bereid aan uw wil te voldoen. Maar je hebt geen pad om op te beoefenen, dus zijn je lasten niet blijvend. Als je een pad voor je hebt liggen, zul je stapje voor stapje ervaring krijgen en zal je ervaring gestructureerd en georganiseerd zijn. Nadat er één last is voltooid, zal er je een andere gegeven worden. Terwijl je levenservaring dieper wordt, zullen ook je lasten ingrijpender worden. Sommige mensen dragen alleen een last wanneer ze aangeraakt zijn door de Heilige Geest. Na een tijdje, wanneer ze geen pad meer hebben om op te beoefenen, dragen ze geen enkele last meer. Je kunt geen lasten ontwikkelen door simpelweg Gods woorden te eten en drinken. Door veel waarheden te begrijpen, zul je onderscheidingsvermogen verkrijgen. Problemen leren oplossen door de waarheid te gebruiken en een preciezer begrip verwerven van Gods woorden en Gods wil. Met deze dingen zul je lasten ontwikkelen om te dragen. En pas dan zul je in staat zijn op gepaste manier werk te doen. Als je een last hebt, maar geen duidelijk begrip hebt van de waarheid, is dat evenmin genoeg. Je moet Gods woorden persoonlijk ervaren
en weten hoe ze in praktijk te brengen. Pas nadat je zelf de werkelijkheid bent binnengegaan, zul je anderen kunnen voorzien, anderen kunnen leiden en door God kunnen worden vervolmaakt.